Ja, goedemorgen. Nog 3 uur. En dan geeft koningin Beatrix na 33 jaar het stokje over aan haar zoon prins Willem-Alexander. En dan heeft Nederland voor het eerst sinds 1890 weer een koning. Het wordt sowieso een historische dag die overal uitbundig gevierd gaat worden. Ook in Breda, de oranje stad van Brabant. Want daar woonden de eerste Nassaus, de voorvaderen van Beatrix en Willem-Alexander. En daar staat ook onze verslaggever, Albert Bos. Ja, Albert, er is al wat volk, hè? Is het een beetje druk daar al? Ja, Stef, zoals je achter mij kan zien, zijn de beste plaatsen op de Vrijmarkt al vergeven. Het was vanochtend wel heel erg mooi om te zien. Het was ongeveer 5 uur vanochtend toen de laatste feestgangers van de Koninginnedag naar huis gingen. En de eerste mensen die op de Vrijmarkt staan, kwamen hier naartoe. Breda, 5 uur. Al veel kleedjes zijn door het park uitgerold. Voor het park tientallen auto's. Wat heeft u allemaal mee? Allemaal kinderspullen. Al vandaag. Heeft ze niet meer nodig? Ja, we hebben allemaal niet meer nodig. Fietsjes, kleertjes. Ik kan allemaal weg, pas allemaal niet meer. Ben jij ooit zo vroeg opgestaan? Hoe ben je vanochtend opgestaan? Wat kom je hier doen? Mijn mama gaat hier kleren verkopen. En ga je helpen? Ik moet naar huis. Wat ga je daar thuis doen dan? Dat ga ik, weet ik nog niet. Ga je misschien toch nog even slapen? Goedemorgen. Een kop thee? Vroege vogel, hè? Dit doen we al met 5 vriendinnen al 5 jaar lang. En we hebben zoveel plezier in, vol pret, alleen nog al. Ook al verkopen we helemaal niks, alleen dat is al lol genoeg. U heeft de hele zolder leeg getrokken? Uw vrouw weet hiervan, mag ik hopen? Nou, ik zou je sterk vertellen, dat heeft mijn vrouw gedaan. Dat heb ik nog niet eens gedaan. Wat denkt u dat het oplevert? Een hoop lol. In ieder geval een dag plezier. En voor de rest maakt me echt helemaal geen zak uit, joh. Veel plezier dan. Dus, het gaat helemaal goed komen. Hey, jongens, succes vandaag. Ja, ze waren er vroeg bij vandaag daar. Hè. Jij ook overigens. Hè. Maar goed, waar het vandaag allemaal om draait, hè, de troonswisseling. Gaan ze daar nog iets van merken vandaag? Zeker in Breda, er worden schermen hier in het park neergezet, zodat iedereen dat kan zien. En dat is natuurlijk eigenlijk niet zo vreemd, zeker niet in Breda, want Breda is Nassaustad, zoals je zei, is Oranjestad. En koningin Beatrix kwam hier overigens ook haar eerste Koninginnedag al, dat was in 1981. En daarna kwam ze nog vaak in Brabant. De eerste keer voor onze camera's is de koningin in Heusden. In 1998. Queen of the Netherlands, behouden paard. Beatrix viert 4 keer Koninginnedag in Brabant. Haar eerste Koninginnedag die ze viert is in Brabant, in Breda. Daarna volgen Deurne, Berg op Zoom. En het laatst was ze in Woudrichem en Den Bosch. U heeft weer een onvergetelijke dag gegeven. Koninginnedag op 30 april. Maar wanneer was ze nou toch ook alweer jarig? 31 januari. Ze is jarig vandaag. Nee, dat kan niet. Oh ja, de koningin is wel jarig vandaag. Oh. En de vlag mag op beide dagen uit. De koningin proficiat met uw verjaardag. Haar majesteit het woord neemt. Beatrix is populair. Oké. Okay. Vorig jaar gaven de Brabanders haar nog een 7,5 als rapportcijfer. Ja, geweldig. En bij aankomst juichen we haar massaal toe. De afgelopen jaren bezocht ze onze provincie vaak. Ik kwam vaak naar Brabant. Goed, je hebt daar de vrijmarkten, je hebt die schermen waar je dus de troonswisseling kunt volgen. Wat is er nog meer te doen daar? Ja, heel stom misschien. We hebben een lookalike wedstrijd van Willem-Alexander en Maxima. Dat zal je vanmiddag zijn. In de Grote Kerk is er ook nog een foto-expositie. Maar ik denk dat veel mensen op de Grote Markt zullen zijn, waar natuurlijk gefeest gaat worden. Er wordt nog een koningslinde hier in het park geplant door burgemeester Van der Velde. En op de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, is een vlaggenparade. Klinkt een beetje saai, maar er komen ook parachutisten. Dus er is hier genoeg te beleven, als dan natuurlijk het vergrootglas vandaag liggen op Amsterdam. Oké, Albert, bedankt voor nu. In onze uitzending van 9:30 komen we weer bij je terug.